Dit deel van het college gaat over de ridderromans, waarin Karel de Grote de hoofdrol speelt. De historische Karel was van 768 tot 814 koning van de Franken. Hij heerste over het grootste deel van West-Europa. Om zijn enorme rijk in stand te houden en uit te breiden, heeft hij vrijwel ononderbroken oorlog gevoerd. Zijn wereldrijk werd door de tijdgenoten gezien als de herleving van het West-Romeinse Rijk, en dat heeft er zelfs toe geleid dat Karel in het jaar 800 door de paus tot keizer werd gekroond. De figuur en de geschiedenis van Karel hebben van meet af aan enorm tot de verbeelding gesproken. Er ontstonden tal van verhalen over de grote keizer en zijn ridders. Hoe dat precies in zijn werk is gegaan laat zich niet meer reconstrueren. We mogen echter aannemen dat het begonnen is met de persoonlijke herinneringen van de deelnemers aan de oorlogen. Beroepsvertellers bewerkten die herinneringen en droegen ze voor aan een luisterend publiek. Dat heeft aan het eind van de 11e eeuw, 300 jaar later, in Frankrijk geleid tot de Chanson de Geste. Dat zijn verhalen over de heldendaden van Karel en zijn ridders, die met muzikale begeleiding werden voorgedragen. Het genre is over heel Europa verspreid. In het Middel-Nederlands kennen we heel wat vertalingen van Franse chansons de geste, zoals het Roelandslied, de Renard van Montalbaan, Ogier van Denemarken en de Roman der Lorijnen. Het zijn ingewikkelde verhalen van vele duizenden verzen, maar helaas allemaal slechts fragmentarisch overgeleverd. Op een na, Karel en de Edegast, een ridderroman die om verschillende redenen een uitzonderingspositie inneemt. Deze middel-Nederlandse Karelroman uit de 13e eeuw is in zijn geheel bewaard gebleven. De tekst telt slechts 1400 verzen. En bevat maar één avontuur. Het is de best geslaagde variant in de internationale traditie van dit verhaal. De roman vertelt ons over wat Karel overkwam in zijn kasteel te Ingelheim aan de Rijn. In de nacht voorafgaand aan de hofdag dat is de dag waarop alle vazallen uit de omgeving in het kasteel aanwezig zijn krijgt de koning een opdracht van God. Sta op, trek je wapenrusting aan en ga stelen. Na enige aarzeling gehoorzaamt Karel en ongezien verlaat hij de burg. De toehoorders vragen zich natuurlijk verbaasd af wat God, die toch het goede wil, voor heeft met deze opdracht aan Karel om het kwaad te gaan doen. Buiten het kasteel ontmoet Karel Elegast. Een leenman die hij ooit verbannen had en die nu als roofridder in de bossen leeft. Om zijn identiteit te verbergen noemt de koning zich Adelbrecht. Samen besluiten ze te gaan inbreken bij Eggerik van Eggermonde, een machtige vazal die getrouwd is met Karels zuster. Tijdens de inbraak moet Elagast zich plotseling verstoppen onder het echterlijke bed. Daar hoort hij Eggerik aan zijn vrouw vertellen dat hij op de hofdag een staatsgreep wil plegen. Wanneer Elagast dit later doorgeeft aan Adelbrecht, wordt de koning duidelijk waarom hij van God moest gaan stelen. Adelbrecht belooft Elagast om aan de koning te gaan vertellen wat hem bedreigt. De volgende dag, op de hoofddag, ontkent Egerik de plannen voor de staatsgreep. Een godsoordeel moet uitkomst bieden. Er wordt een tweegevecht georganiseerd tussen Elegast en Egerik. De verrader delft het onderspit. Elegast wordt in ere hersteld en krijgt Egeriks weduwe, Karel's zuster, tot vrouw. Tot zover de inhoud. Om de knappe constructie van het verhaal uit te leggen, beginnen we bij de ruimtestructuur. Die wordt bepaald door de drie plaatsen van handeling: achtereenvolgens Ingelheim, het woud, Eggermonde en tenslotte weer Ingelheim. We kunnen die plaatsen beschouwen als de hoeken van een driehoek, die met elkaar verbonden zijn door Karel's tochten. Elke plaats is het domein van een van de hoofdpersonen. In de top van de driehoek verblijft Karel in Ingelheim. De roofridder Elengast hoort thuis in het woud en Eggerik woont in Eggermonde. Die driehoek, met de koning bovenaan en de twee leenmannen in de onderste hoeken, verwijst naar de diepere betekenis van de roman. Een koning met een schijnbaar trouwe vazal, Eggerik. En een schijnbaar ontrouwe vazal, gast. Gaandeweg het verhaal verdwijnt de schijn en komt de waarheid aan het licht. De vazallen wisselen van plaats. Boven de driehoek, nog boven de koning, kan God worden geplaatst. Hij beschermt Karel, zijn trouwe dienaar, en zorgt dat de verstoorde verhoudingen in het rijk worden hersteld. Het verhaal laat zien. Dat God ons bijstaat als we maar, net als de machtige Karel de Grote, blindelings op hem vertrouwen en leven naar zijn geboden. Deze boodschap wordt gepresenteerd in een feodale wereld waarin een leenheer gebieden in leen gaf aan zijn vazallen. In ruil voor hun trouw werden ze door hun heer beschermd. In zo'n mannenwereld draait alles om moed, trouw en eer. En de negatieve tegenhangers, lafheid, ontrouw en schande. De ruimtestructuur laat zien hoe eenvoudig Karel en de Edelgast in elkaar zitten. Een ander voorbeeld van de knappe verteltechniek zien we bij de voorbereidingen van de inbraak bij Eggenmonden. Om te beginnen valt de koning Adelbrecht al door de mand als onervaren dief. Wanneer hij met een ploegijzer een gat in de muur wil maken. Terwijl zo'n landbouwwerktuig natuurlijk niet geschikt is om kasteelmuren open te breken. Elegast vindt dat die onhandige metgezel maar buiten moet wachten op de buit die hij hem zal brengen. Elengast zelf daarentegen blijkt een meesterdief. Door middel van een toverkruid. Hoort hij de dieren buiten het kasteel zeggen dat de koning in de buurt is? Adelbrecht kan natuurlijk zijn dekmantel niet opgeven. Hij zegt het niet te geloven. Ook niet als hij zelf zo'n kruid in zijn mond krijgt. Als Elegas dan zijn kruid terugvraagt, kan de koning het niet meer vinden. De meesterdief lacht hem uit en zegt: Ik heb het uit je mond gestolen, jij weet van stelen geen haar. Deze aardige passage benadrukt Karel's onwennigheid als dief en laat tegelijk zien hoe die onwennigheid de diefstal niet heeft verhinderd. De toverkunst van Elegast opent vergezichten naar de wereld buiten het verhaal. Een meesterdief die kan toveren komt in sprookjes vaak voor, ook als het gaat over een koning die uit stelen gaat. Deze oeroude motieven zijn waarschijnlijk al in de Franse Karel-epiek verbonden met Karel de Grote. Vanuit Frankrijk is het verhaal over heel Europa verspreid. Nog maar een eeuw geleden werden op de Vaar-Eur, een eilandengroep in de Noordzee, balladen over het thema gezongen. In de traditie van het verhaal is de Middel-Nederlandse Karel en de Elegast een klein, maar stralend pareltje. Tot op vandaag is het de meest gelezen middeleeuwse tekst op scholen in Vlaanderen en Nederland.